Bij FC Uitgeest werd de opgeknapte Toon Dekker Arena geopend. Een nieuw onderdeel hierin is de Volley Wall. De Toon Dekker Arena is een soort pannaveldje speciaal voor de G-selectie en de kleinste voetballertjes. Waarom sta ik hier? Nou, ik sta hier inderdaad als de afvallende bal. Maar ik sta hier vooral om een tekst voor te lezen die ik speciaal geschreven heb voor mevrouw Dekker. En die een soort eerbetoon is aan Toon Dekker. Een van de standaardvragen die dus iedereen heeft beantwoord, dat was: welke trainer heeft nou veel invloed gehad op jouw voetbalcarrière? En het viel me op bij al die antwoorden dat heel vaak de naam van Toon Dekker genoemd werd. Uit de woorden van de spelers kon ik wel een beeld opbouwen van meneer Toon Dekker. De ingrediënten daarin waren passie, beleving, tot het gaatje gaan, de meest vreemdsoortige oefeningen tot competitie en strijd verheffen en bovenal humor. Hoe dit tot stand is gekomen? Ik speelde bij FC Uitgeest. Ik kreeg een berichtje van Frits dat ik mijn eigen volleybal zou krijgen. Ik moest een foto maken bij AZ naast het stadion. 10 jaar lang hier gespeeld. En een mooie eer om hier te komen hangen. Dus dat is het eigenlijk zo'n beetje. Zo is het tot stand gekomen in ieder geval. Uitgeest heeft me benaderd. En een mooie eer natuurlijk om hier te zijn, om hier te hangen met de volleybal. Ja.